Nee, het is, we zijn vriendinnen geworden en dat werd uitgegroeid tot surrogaatzusje en ouders, ja. Die ouders die kon ik ook heel goed, maar ja, het is enkel de naaste familie. En dan wordt hij, heb ik net gebeld naar Wilma en nou wordt hij om 4 uur in slaap gebracht. Kom eens kijken. Kom eens kijken. Kom eens kijken. Kom maar. Kom dan. Kom dan. Kom maar. Kom dan. I got no rules, I count 'em. Goedemiddag lieve vrienden, ik zit dus niet in het hospice zoals jullie wel allicht merken. Althans eerst even een hele goede middag allemaal. Het is 18 minuten over 3. Ik ben zelf ook lang niet in orde door alle toestanden. En ik heb ook helemaal vandaag nog niks gedaan. Ik moet sowieso wel boodschappen nog doen, anders heb ik vanmorgenavond met Astrid geen eten. En ik kreeg vanochtend vroeg al een telefoontje van Wilma, mijn surrogaatzusje. Je hoeft vanmiddag niet naar het hospice, want het gaat niet meer. Hij wil ook niet meer. De dokter die komt vanmiddag langs. Nou, en als de dokter er is, kun je er toch niet bij zitten. Enkel dan de, nou ja, de naaste echte familie. Ik ben geen echte familie, niks. Maar ik ben niks, nee. We zijn vriendinnen geworden en dat werd uitgegroeid tot surrogaatzusje en ouders, ja. Die ouders die kon ik ook heel goed, maar ja, het is enkel de naaste familie. En nou wordt hij, heb ik net gebeld naar Wilma en nou wordt hij om 4 uur in slaap gebracht. Ja, dan komt hij niet meer uit. Het kan met een paar uur gebeurd zijn dan. Dat kan zomaar gebeurd zijn, dus ja. Doet je wel even pijn hoor, ja. Maar ik ben blij, ik heb wel een foto van hem waar Rijker bij hem op bed zit. En zo hou ik hem het liefst in mijn gedachten. Ja, en, hij wil enkel de naaste familie. Nou ja, dat is zijn eigen dochter met aanhang natuurlijk. En zijn zoon met aanhang. En dan zijn zus geloof ik nog. Nou ja, en zijn beste maatje, dat is eigenlijk geen familie, maar die is al vanaf kind af aan, zijn ze bevriend. Nou ja, en dat zet je ook niet aan de kant. Dus die mag er dus wel bij. En dat, ja, ik hoop dat voor hem dat het snel gaat zal. En ook voor de familie. Dan is hij uit zijn lijden verlost en dan is hij bij zijn vrouw en bij mijn man en bij Frodo en ga zo maar door. Bij degene die allemaal dierbaar is en die die kent. Ja, droevig nieuws, maar ik ken er ook niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Zien jullie er staan? De dame in kwestie. Ja, Rijka. En hier hoor ik ook eentje smakken naast me. Ja, het zal niet zo. Oh. Ja, ik ga koffie maken, lieve vrienden. En even bijkomen. Ik denk, ja. Ik had de hele dag al dat ze me belde. Vanochtend vroeg kreeg ik al hoofdpijn. En echt beroerd en misselijk last in mijn maag. Dit gaat niet goed. Dit wordt het hem niet vandaag. Nou, inderdaad. Dus ik ben blij dat ik vorige week ben geweest. En ja, kunnen we dat ook weer afsluiten. Hè, weer een moeilijk geval ertussendoor. Maar ja, dat herhaal je, dat heb je. Ja, ik zal erop moeten vangen. Want haar andere vriendinnen zijn er ook allemaal niet meer. Ze had ook een vriendin, ja, dat is puur de eigen schuld geweest. Oké. Ze had ook kanker, maar mede dankzij de eigen schuld. Want de artsen, ze had het eerst nog niet, maar de dame die deed dat. En blowen, drugs. En ja, dat is sowieso al niet gezond voor een lichaam.
overal te veel van, is niet goed. En vooral die drugstroep niet. Af en toe moet je eventjes, s'avonds eventjes voor het slapen gaan een borreltje of bij je eten, oké. Okay. Maar ze sjoep dus de hele dag door. Ja, ik heb, dat wij gingen verhuizen, mijn man en ik, naar dit huis. Was Wilma hier aan het helpen, maar ook die vriendin die was erbij. Nou, die was toen al kegel. Nou, dat kan niet. Nee. Maar ja, oké. Okay, kan Wilma ook niks aan doen. Dat is ieder zijn leven, ieder zijn keuze. Hoe je ermee omgaat, wat je ermee doet. En ja, nou, ga ik een bakje koffie maken. En proberen toch nog wat te doen. En ik moet straks nog eventjes naar de Deka. Dan laat ik even Rijke alleen. Want ik moet toch groenten halen. Een dijfie. Gesmoorde dijfie eten morgen. Stampot, hè. Lekkere stampot. Een beetje spekjes erdoorheen. En ik denk dat ik ook een paprika erdoorheen doe. Lekker. Ja, geeft een kleurtje aan een rode paprika. Ja, lekker. Dat gaan we doen. Mooi. Nou, dat moet nog aan de kant. Ja, nou, ik heb niet... Ik ben al heel eind. Het is enkel die takken nog. En daar in dat hoekje nog. Buiten nog. Deze tafel nog. Die tafel nog. En is het klaar. Kerststukje moet dan naar boven toe. Nou, en als dat klaar is, ja, dan gaat die box ook naar boven toe. Rijka? Mag niet. Ze heeft trouwens gisteren de Soda Hannes gekregen, hè? Gisteravond. Ja, ik zal het jullie even vertellen. Als ik dat allemaal niet gedaan heb. Zoals in mijn zie, ja, weer, want die circus legt weer overhoop. Kijk. Ik weet niet of het raar geweest is. Dat kan ik wel voelen met mijn hand als het nat is. Wat doe je nou allemaal? Nee, is niet nat. Kijk, die hoort daar. Ja. Lief zijn, hè? Ja, lief zijn. Ja. Zijn we ook lief? Rijka? Zijn we ook lief? Hallo? Dank je, dank je, dank je. Ja, ze kunnen wel lief zijn, als ze maar willen. En het laken moet ook verschoond worden. Die ziet er niet uit. Maar ja, wat wil je? Het regent er steeds. Van het vieze blubben weer. Nou ja, ik ben blij dat, er dan, dat ik er een laak op heb. Want anders is mijn bad naar naaien. Ja, dat wil ik ook niet. Nee. Het is ook zo'n movie. Maar oké, okay, ja, lieve vrienden, ik zal proberen er tussendoor te komen, want meneer Kandel, daar moet ik ook rekening mee houden. Ik zal aan deze kant opschieten. Jullie zijn op de hoogte hoe mijn humeur nou is. Ik kan er ook niks aan doen. Mijn excuus daarvoor. Maar ja, doet wel veel verdriet en pijn weer. Moet je er weer eentje loslaten. Ik heb tegen Wilma ook gezegd, geef papa even een kus nog van mij en de ja, groetjes. Het is dom, maar Felies. Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga me klaarmaken om eventjes wat boodschappen te doen. Ik moet eigenlijk nog meer halen wat ik niet bij de deken kan krijgen. Ja, ik kan het wel bij de deken krijgen, maar dan in een andere vorm. En dat is een pedaal in mijn zakken met handvaten. En die verkoopt alleen nog Albert Heijn. Dus daar moet ik eigenlijk ook naartoe. Ik moet naar de Wiebra of naar de Zeeman. Moet ik ook wat halen. En dan bij de Deka. Maar ja, die dame die blijft alleen. Dus mijn mobiel gaat weer op de camera.
kan ik het weer in de gaten houden en toespreken wanneer het nodig is. Ze hadden het een beetje overgegeven, maar de dame had een stukje slinger opgegeten. Zo'n kerstslinger waar van die kleine sterretjes in zitten. Dat zat in haar braaksel. Maar ik ben ook wel weer trots op haar. Ik ga er even bij zitten. En dat is ook heel leuk voor Karin, dat ze dat krijgt te horen. Ze had droogvoer van mij gekregen. Eerst de eigen kleine brokjes. En dat zijn de puppy eten. Maar ik heb nog een hele grote zak vol van Frodo. En dat zijn die brokken. Met lam en rijst er doorheen. Nou, dat eet ze ook. Enkel, ik moet het ervoor. Maar ze eet wel. Nou ja, prima toch? Ja. Kom eens. Kom eens. Kom eens kijken. Kom eens kijken. Kom eens kijken. Kom maar. Kom dan. Kom dan. Kom maar. Kom dan. Kom maar. Goed. Moet je nou niet, waar had je me voor ogen gehad? Pak het. Zo moet je ook andere broekjes erbij. Zo. Oh ja, maar dat lust ik ook wel. Nou ja, kijk, ze eet toch droogvoer. De ene keer een grote brok, de andere keer kleine brokjes. Ach ja, er zal ook wel smaakverschil in zitten. Ik zou het niet weten. Maar ik ga nu op schieten, lieve vrienden. En ik zou zeggen, ja, ondanks mijn verdriet, het gaat gewoon allemaal wel weer door. En ja, hij is nu al even meer dan een half uur weg, tenminste in slaap gebracht. Dat ik zal wel een telefoon krijgen van haar als het eenmaal zover is dat hij zijn laatste adem uit heeft geblazen. Ja, het doet wel weer pijn. Maar ja, hij wou zelf. Hij was er klaar mee. Zei hij vorige week ook al hoor, daar niet van. Dus ja, hij wou naar boven toe, hij wou naar zijn vrouw toe en naar Jack toe en naar die toe en die noemde die op die mensen die ik ook niet kon, noemde die allemaal. En ze wil allemaal naartoe, dus het is genoeg geweest zo. Oké, nou ja, ben ik alleen maar blij voor hem. Maar ja, doet wel even goed pijn. Oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks als ik weer terug ben. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis van een ronde lopen en ja hoor, kan dat ging mee. Echt. Maar oké, ik kom weer terug via het parkeerterrein. Staat een buurvrouw die ik altijd gedag zeg, is zij mij wel, ze woont hier schuin tegenover me. Tenminste met haar tuin dan, zij heeft de tuin daar zitten. En ik noemde even één naam. Nee, stop, nee. Je gaat me toch niet vertellen dat jij een dochter van die en die was? Want mijn ouders leven niet meer. Ja, dat klopt. Ja, ik ben een dochter van die en die. Oké, nou dat was eventjes armen om elkaar heen en mooie jaren bij elkaar op de lip, als het ware. Zelfs, ja. Nou ja, dan vraag ik je van oké dan. Dus ja, eventjes praten over destijds en over nu, et cetera. En ja, want ze gaf me ook een tip. Nou, dat doe ik toch sowieso niet, want je moet geen hond vastbinden buiten een winkel. Als je gaat boodschappen doen, doe het of met je hond tezamen dat hij de winkel in mag. En anders laat je je hond thuis. Maar zet hem niet buiten vast, want je bent je hond kwijt. Waar je ook woont. En vooral kleine hondjes, die ben je zomaar kwijt. Want oké, dat is toch een lief speelkameraadje voor die vechthonden. Dus je bent je hond kwijt en het hondje haalt het niet hoor, tot zijn ouderdom. Nee, dat haalt het niet. Dus wees alert, hou je hond bij je. Ga boodschappen doen wanneer je het alleenig kan doen en zorg anders dat je oppas hebt voor je hond. En anders zorg je maar dat het in een been kan of wat dan ook, maar hou je hond thuis. Zet het niet vast aangelijnd ergens aan een fietsenrek of een
beugel wat aan de muur vast zit, speciaal voor die honden. Nee, je bent je hond kwijt. Ik zal het ook never, nooit doen. Ik raad het ook een ander absoluut af. Doe het niet. Als je moet honden hebben die van zich af kunnen bijten, dan is het een ander verhaal. Maar die kleine hondjes, ja, wat doen die voor kwaad? Niks. Die bijten echt niet van hun af. Maar oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga de boodschappen opruimen. Ja, dat moet ik ook doen. Even rijker de bakje wegzetten. Dan kan ik een beetje bij. Zo. Hartstikke idee. Hé, broodjes. Dat gaat gelijk de vries zo meteen in. Ik zal die even uitpakken allemaal. Paprika. Nou, ik heb die rode nodig. Kijk. Dus. Nou, wat heb ik nog meer? Kijk, voor de poezenbeestjes heb ik er 2 dozen. Ja, 2 dozen. Die kan naar boven, haarlak. Voor mijn pruik. Dan hebben we 2 rollen. Toependaal in mijn zakken. Eentje voor hier voor de wc en eentje voor boven in de douche. Dus die kan ook naar boven en deze blijft hier. Dan heb ik adesie, spekjes voor morgen. Even kijken waar de kandel zit. Die zit hier achter me. Nou, dan doen we dat in de koele kast. Ik ga eerst een pakje koffie doen. Dan weten jullie wel genoeg. Ja, ja. En ik kan het nog steeds bemachtigen. Hoe doe ik dat? Gluwijn. Ja, ja. Maar ik drink het niet warm, want dat vind ik niet lekker. Koud vind ik het lekkerder. Dus ja, heerlijk. Nou, je bent net binnen. Je bent mee geweest. Doe even normaal. Nee. Echt niet. Nou, nee. Doen we niet aan mee. Nee. Doen we niet aan mee. Nee. Echt niet. Nee. Zo, tasje opvouwen. Voilà. Hoppata. Is het over daar. Dus ja, die komt er niet meer uit. Ik heb het al gezegd. Komt er niet meer uit, want hij komt net binnen via het raam. Ja, moela. En hij is mee geweest. Hij is na dat ik buiten stond te praten, bleef hij ook maar continu bij ons. Nou ja, Nee. Ja, en nou? E. Pompompee. Ze hebben het toch allemaal. Hoe is het daar? Je hebt vieze ogen. Ja. Maar toch ben je ook lief. Ja. Ja, oké, lieve vrienden. We eten varkensvlees erbij morgen. Ook lekker. Ja, komt ook helemaal goed. En ik ga verder de boodschap opruimen, maar dat kan ik wel alleen. Hoef ik jullie verder ook niet bij te hebben. Nu komt ook wel goed. En ik heb eigenlijk nog een hoop te doen. Ik heb net zoveel zin om zo'n dief in te hangen. Ik heb hoofdpijn. Ik heb rugpijn. Maar dat komt allemaal. Wat er vandaag allemaal in het hospice is gebeurd, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Nee toch? Nee. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag, avond, wat is het? Avond, en ik zou zeggen, tot later zo. Ja, het functioneert gelijk als spiegel, hoe doe ik dat, hè? Ja. dat ik zou zeggen, tot vanavond later. Ja, lieve vrienden, we zijn net weer binnen, Rijka en ik, want we zijn even wezen lopen, ja. En meneer Kandel liep ook weer mee, net zo goed. Enkel, hij wil nou niet binnenkomen.
Ja, hij staat al iedere keer bij het keukenraam. Doe het keukenraam open en dan komt hij halverwege naar binnen en dan is hij weer wegwezen. En de politie die deed een beetje raar. Stond er verderop, stond er de politieauto. Aan de, niet aan de kant, maar gewoon midden op straat stond hij stil. En de politie die komt eentje hier, daar vanuit lopen en eentje komt daar vanuit lopen. Ik denk, oké, het zal. Ik heb niks verdachts gezien, want ik kwam over het parkeerterrein heen. Ik heb niks gezien. Dus ja, het zal. Lekker belangrijk. Maar niet eens. Maar dan eens jullie wel ook eventjes een, voor zometeen een weltrusten. Uiteraard. En lekker slapen met mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En morgen weer een nieuwe dag. Dus ook weer nieuwe kansen. Hé Rijka, je pet die staat scheef op je hoofd. Ja, je pet staat scheef. Doe je pet goed. Ja. Kink ook hoor. Ja, en nou ja, zoals ik al zei, meneer Kandel, die staat iedere keer voor het raam. Maar daarnet zat hij dan op de stoep. Ik hoor wat, oh daar, dat is Ewen. Die zit onder de tafel. Nee, de handdoek van de kachel was. Ja, dat doet Rijka. Oh, hij is nou weg, Hero. Oké. Nou, dan zullen we dat maar weer oprapen. Ja, nou zitten we in het donker. Ik kan er ook niks aan doen, maar ik moet het toch even doen allemaal, hè. Ja. En zo. Hartstikke idee. Lekker rapje zo leeg. Nou, dan gaan we even verder met Facebook. Want daar ben ik nog niet klaar mee. Ik heb wel één filmpje gerenderd voor morgen. Die komt morgen online. En ik loop een heel eind op achter. Dus I am so sorry als er weer een aantal dagen niks komt. Want ik loop echt op achter. Ik heb bijna geen voorraad. Dus ja, ik moet nodig ook weer eens een keer on tour. Maar daar is het weer ook niet naar. Nee. Ja, oké, we hadden vandaag knap weer. Maar dan moet je ook goed wezen zelf. En daarbij is mijn surrogaatvader heeft vanmiddag een injectie gehad om in te slapen. Dus ja, hoe ver het met die man is, weet ik ook niet. Ik heb nog niks gehoord. Dus ja, die zal er nog steeds wel zijn. Maar dat hoor ik vanzelf wel. Ik zou zeggen voor nu nogmaals, lekker slapen en tot morgen. Doei!